Welkom bij Bedrijvig Wiegje, een programma voor en door ondernemers vanuit het gezellige café Anneke op de Markt. Een programma van Wiegen TV. Aflevering 18, aflevering 8, 2012. Uw presentator Ruud Welling. Wat hebben we vandaag allemaal? Ik ga praten met Rob Engels, wethouder van de gemeente Wiegen. Met René de Groot van de Rabobank. Met Imelda Arts van borduurstudio Geurts. Mirjam Hulleman van Appointment, Marjan Grotens van Bed & Breakfast De Bongert, Sonja Scholz van Scholz Changing en tot slot ga ik vissen met Bert van Bennekom, onder andere bekend van Oi Oi. Dames en heren, ons maandelijkse vaste gesprek met de gemeente heeft deze keer plaats met wethouder Rob Engels. De burgemeester is zo druk met afscheid nemen dat hij... Ik weet niet of het daarom is of om een andere reden, maar Rob, welkom in onze uitzending. Dankjewel. Rob, we gaan aftrappen met lasten. Wiegenaar gaan niet omhoog. Nee, dat klopt. Goochelen jullie nee, met nee, cijfers? Nee, we goochelen niet. Goochelen niet met cijfers. Wij zijn heel trots op het feit dat wij eigenlijk die bezuinigingen die vanuit de Rijksoverheid op alle gemeentes afkwamen, zo ook op Wiegen, die hebben wij al heel vroeg aangepakt om heel structureel elk jaarschijf ruim 800.000 euro te bezuinigen. Dat doen we al 3 jaar op rij. En ook de komende jaren zullen we dat doen. Maar alles overziende hebben we nu een periode dat wij kunnen zeggen, we hebben al zoveel bezuinigd dat we nu ook pas op de plaats kunnen maken. Ja. En dat wij de OZB niet hoeven bij te stellen naar boven. Dat wij de afvalstoffenheffing zelfs neerwaarts kunnen bijstellen. Ja. En dat wij in het kader van de hele afvalstoffenheffing op dit moment een reserve hebben die wij ook voor een deel terug willen betalen aan de burgers, zijn de 30 euro. Dus alles bij elkaar hebben wij de begroting voor de komende jaren helemaal dicht, zonder dat we extra bezuinigingen hoeven door te voeren. Die hebben we eigenlijk gehad. En we kunnen nu een heel rustig beeld creëren als het gaat om de lasten naar de burger. Nee, het is geen gegoochel, het is echt degelijk beleid wat u van dit kabinet, van dit college mag verwachten. Een degelijk financieel beleid. Degelijk financieel bijstand, beleid. Dat zit bij de gemeente, hè? Dat zit bij de gemeente, ja. Moet daar bezuinigd worden? Nee. Okay. Wij kunnen de norm van bijstand op 110%, wat de Rijksoverheid zegt eigenlijk tegen de gemeente, dus breng dat terug naar 100%. Wij 100% hadden... van wat? Van het bijstandsniveau. Ja. Okay. En wij zeggen, wij zetten daar 10% bovenop. Wij houden op 110%, waardoor mensen 10% boven dat bijstandsniveau toch ook recht kunnen hebben op vergoedingen die er zo zijn voor mensen op bijstandsniveau. Ja, ja. Dat geeft net even iets meer ruimte, financiële armslag. Ja. En daar hebben we geld voor en dat houden we ook voor. Daarmee vinden we ook dat we uitermate sociaal zijn, ja, in deze gemeente. Ja. Onlangs las ik in de krant dat er voor 11 miljoen euro nog geen dekking is. Hoe gaan jullie dat financieren? Ga je projecten afblazen? Ga je projecten simpeler doen? We hebben in onze begroting hebben we een drietal projecten staan die alles bij elkaar 11 miljoen kosten, onder de noemer ongedekt. Dat is veel meer dat de Raad daar nog geen juridische uitspraak over heeft gedaan, maar het geld hebben we wel. Het gaat over 7,5 miljoen voor de aanpassing van het gemeentekantoor, zeg maar een kleine interne renovatie. De gemeenteraad heeft besloten om niet over te gaan tot een nieuw gemeentekantoor, waar dan ook. Maar wij zitten, kijk naar ons gemeentekantoor op vloerbedekking, die er al 40 jaar ligt. Een dak waar de gaten in vallen. Wij willen dus voor 7,5 miljoen toch renoveren aan de binnenkant. Ja. Het hoognoodzakelijke. En dat geld hebben wij, deels in de algemene reserve en deels in het grote onderhoud. Alleen de raad moet daar nog een technisch besluit over nemen. Okay, vandaar dus dat die juridisch niet gedekt is, maar het geld is wel aanwezig. Ja, ja, de reserveringen zijn gemaakt. Zijn er, ja. Oké, okay, dan andere is dat post, toch duidelijk, onduidelijk in de krant. Want ja, het week alsof er helemaal geen potjes van waren. Je had onze begroting moeten lezen en niet de krant. Je hebt gelijk. Want daar stond het duidelijk in. Je hebt gelijk. Andere post is 1,5 miljoen voor de bibliotheek. Ja. Daar gaat de Raad deze maand een besluit over nemen. Die zit dus in de meerjarenraming. De kapitaalslast van die 1,5 miljoen zit erin verwerkt. Dus die zit binnen de begroting. En als de begroting wordt vastgesteld, is dat geld dus gedekt. En de andere 2 miljoen voor het keerspoor. We hebben jaren geleden de ontbrekende schakel gehad. Een mogelijk viaduct in de buurt van de Elting. Dat gaat niet door. Daar hebben we veel subsidie voor gekregen. Deels geven wij die terug. 2 miljoen zouden wij terug moeten geven. En we hebben nu aan het ministerie gevraagd of we die 2 miljoen,
die bij het ongedekte rijtje staat, mogen gebruiken voor de ruimtelijke inrichting van het keerspoor. Ja. En daar krijgen wij denk ik ja op. Zover zijn die onderhandelingen. En als het definitief ja is, is dat 2 miljoen wat we van het ministerie krijgen om onze keerspoorinvestering te kunnen financieren. Duidelijk. Dus geen zorg. Geen zorgen, nee. Geen echte tekorten. Grondexploitatie, dat zal niet veel opleveren op het moment. Nee, maar veel belangrijker, het kost ons op dit moment ook niet veel. Hebben jullie niet veel in voorraad? Nee, we hebben, nou wat wij in voorraad hebben, hebben wij ook, als het gaat om lasten die daarop rusten, afgeboekt. Dus we hebben geen posten waar rente op rente, wat het bijvoorbeeld in de Waalsprong zo'n onmogelijk dossier wordt. Met andere woorden, de gronden die we hebben zijn eigenlijk blanco, zonder financiële belasting, zonder rentes. En wat we hebben, dat loopt niet weg. Kijk naar een Westflank waar voorheen mogelijk nog dat station zou komen. Dat zijn ontwikkelingsplannen die echt ver in de toekomst liggen, ja. Maar die kosten ons nu geen geld. Okay. Dus datgene wat we hebben, dat levert wel wat op. Kijk maar naar Huurlingse Dam, waar we zelfs nog verkopen realiseren. En dat loopt eigenlijk best gestaag, wat minder snel, maar wel gestaag goed. Ja. Bibliotheek kwam net al sprake, daar is geld voor gereserveerd. Die verhuizing naar het Mozaïek gaat dus door. Die gaat door, ja. Die gaat door, dat zeg ik vanuit een positieve insteek. En ik hoop dat de raad die ook overneemt. Maar we hebben daar morgenavond de laatste commissievergadering over. Ik vertrouw erop dat de raad daar ja tegen zegt. Want het is natuurlijk, met de bibliotheek lopen wij al bijna 25 jaar. Ik noem het wel eens oneerbiedig te leuren. We houden ze die worst voor, we gaan naar een nieuwe accommodatie en per saldo doen we niet. Nou hebben we 1,5 miljoen van de provincie. Wij zijn zelf in staat om onze 1,5 miljoen cofinanciering in de begroting een plek te geven. Dus dat is gefinancierd. Nou vind ik ook dat we het lef moeten hebben om dat jaar van toen nu te herhalen. En met stoom en kokend water de bibliotheek die ruimte te geven en het mozaïek te versterken. Waar we allemaal voordelen aan hebben. Moet de bibliotheek wel bezuinigen? Of is dat ook niet ter sprake? Ja, jawel, de bibliotheek gaat. De gemeenteraad heeft voor 2 jaar terug besloten om de bibliotheek de subsidie van 9 ton in 3 jaar terug te brengen naar 660.000 euro. Dus die gaan in 3 jaar tijd 240.000 euro bezuinigen. Dat doen ze onder andere door een hele andere structuur intern neer te leggen. Zelfservice, bibliotheek en andere aanpassingen. Maar daar gaan ze wel voor. Die uitdaging hebben ze aangenomen. En we zitten nu in het tweede jaar dat we met een verlaagde subsidie de bibliotheek in de lucht houden. En ik denk met die verhuizing en die verbouwing daar en de nieuwe uitstraling en de synergievoordelen binnen dat gebouw. Partijen die er zijn die de bibliotheek willen helpen en andersom. Denk ik dat zij in staat zijn om met aanzienlijk minder subsidie toch een hele moderne bibliotheek. Dat is toch wel een must voor Wijchen, hè? Ja, absoluut. Ja, alhoewel ik ook me realiseer dat er ook geluiden zijn van, heeft de bibliotheek over 20 jaar nog bestaansrecht? Dat weten we nu niet. Hè. Lezen we überhaupt nog papieren boeken? Maar de investering die we doen in het gebouw is altijd op een multifunctionele wijze. Zou er over 20 jaar geen bibliotheek zijn, dan heb je toch een nieuwbouw nu die je ook straks voor andere partijen kunt gebruiken. Ja. Bibliotheek is niet specifiek gebouwkundig, niet zo specifiek dat je zegt van als er geen bieb in zit, kun je er niks anders mee doen. Nee. Dat blijft uiteindelijk. Ja, dat klopt, ja. Ja. Hoe is het met de leegstand in het centrum? Staat er op het moment iets leeg? Er zijn panden die leeg staan, maar de Sterrenbos met name. Ik zag nu ook weer ergens een opheffingsuitverkoop. Betekent dat leeg komt of dat daar een andere winkel in wordt gestart? Ruud, eigenlijk is het niet primair onze eigen zorg. Onze eerste zorg van de gemeente. Natuurlijk is het voor onze zorg dat er zo weinig mogelijk leegstand is. Maar leegstand is in eerste instantie verantwoordelijkheid voor de eigenaren van de absoluut, panden. Want als er volstand is, hebben ze daar ook hun voordeel van. En verdienen ze er goed geld aan. Ja. En als je pandeigenaar bent en je ziet dat huurders weggaan, dan moet je dat daarop anticiperen. En moet je zorgen dat je nieuwe huurders zoekt. Ik vind dat niet primair een functie van de overheid. Nee, absoluut niet. Wij zullen ondersteunen waar nodig. Dus mijn zorg is niet zo groot. En ik denk dat wij met een winkelcentrum als hier in Wijchen, wat er qua openbare ruimte perfect uitziet, en met de investeringen in de bloembaskets door de ondernemers alleen maar top, dan denk ik ook dat die mensen in staat zijn om die leegstand, wat in mijn beleving toch voor de korte termijn is, het hoofd te bieden om nieuwe huurders te trekken en een gedifferentieerd aanbod neer te leggen voor de Wijchense burger. Daar heb ik niet zo'n zorg over. Nee. Maar de juiste partij moet even aan de knoppen zitten. En dat zijn de verhuurders. Dat is de ondernemersvereniging om naar buiten toe dat centrum in de markt te zetten. Hè, om mensen uit te nodigen om er graag bij te zijn.
Ja, en sommige verhuurders moeten misschien wel eens wat verbouwen om winkels ook wat meer up-to-date te maken. Hè? Ja. Op dit moment is er best ook vraag naar wat grotere vloeroppervlaktes die wij niet hebben. Ja. Tussenmuurtjes eruit, grotere winkels maken. Maar goed, dat is iets waar wij hooguit in adviseren, maar zeker niet op sturen, want het is niet... Maar het is wel het belang van de gemeente dat het centrum goed draait. Ja. En waar wij verantwoordelijk voor zijn, zullen we ook doen. En dat is in eerste instantie de openbare ruimte. In tweede instantie meedenken en ondersteunen in datgene wat er met het centrummanagement op dit moment ook gebeurt. Maar daar ligt wel primair de eerste verantwoordelijkheid. Ja, en ik hoop dat ze die oppakken en daar vertrouw ik ook op. Ja, ja. Die groepcentrumplan 2020 is druk bezig geweest. We hebben als deze uitzending is de catwalk alweer achter de rug. Ja. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Ja. Gaan daar herhalingen komen of hebben jullie daar niks mee te maken? Nee. Is dat allemaal initiatief van de ondernemersvereniging? Zoals het hoort, hebben we niks mee te maken. Hoe meer, hoe beter. Maar het is hun pakje aan. Het is hun pakje aan. En dan moeten we ook houden zo. De Rijksoverheid of de gemeentelijke overheid is er niet voor dit soort commerciële feestjes. Nee. Dat wij met vergunningen een en ander toestaan, hartstikke goed. En nogmaals, hoe meer, hoe liever. Want als het goed gaat, dan is dat ook een teken dat het bruist en dat de klanten op afkomen. Dat je als ondernemer zin hebt om het nog een keer te doen. Ja. Met andere woorden, voor mij mag het vaker gedaan worden. Maar goed, het moet zich eerst bewijzen. En wij hebben de naam dat wij best wel aardige modewinkels hebben. Dus als we dat nu ook nog eens een keertje goed uitventen in de etalage zetten, wie weet wat er allemaal op afkomt. Ja. We zijn heel benieuwd. We zullen het weten als dit wordt uitgezonden. Ja. Rob, hartelijk dank dat jij namens de gemeente hebt willen komen. We zien wel wie er de volgende maand komt, of jij dat bent, of wethouder Thijssen. Ik kom met plezier. Je komt met plezier, dat weet ik. Ja. Hartelijk dank. Okay.